Yo. We besteden er allemaal liever niet te veel aandacht aan. Althans, ik niet zo. Maar het moet toch, ons pensioen. Willem de Jong maakte een paar jaar geleden met het pensioenfonds ABP goede afspraken om eerder te stoppen met werken. Tenminste, dat dacht hij. Met vroeg pensioen zijn betekent heel erg veel voor ons. We besteden veel tijd samen, we gaan veel wandelen. We proberen ook verre reizen te maken en we trekken er ook een aantal keer per jaar met onze caravan op uit. Daarnaast besteden we onze tijd ook met een stuk vrijwilligerswerk. Willem de Jong is 64 en al een tijdje met vroeg pensioen. Zijn vrouw Dianne is 65 jaar en is sinds afgelopen september met vroeg pensioen. Ik was de laatste jaren werkzaam als directeur en directeur-bestuurder in het onderwijs. En 3 jaar geleden heb ik besloten om met vroeg pensioen te gaan. Na een periode van bijna 40 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs. Vroeg pensioen wil zeggen dat je eerder dan de AOW-leeftijd stopt met werken en je pensioen dus naar voren haalt. Dat betaal je uit je opgespaarde pensioenpot bij je pensioenverzekeraar. In de jaren tot aan mijn AOW ga ik iets meer uit mijn pensioenpot opeten als het ware. Waardoor ik later wel wat minder krijg uit de pensioenpot. Willem heeft ervoor gekozen om bij zijn pensioenfonds ABP een veel hoger bedrag per maand te laten uitkeren dan het pensioenbedrag dat hij vanaf zijn AOW-leeftijd zou krijgen. En daar hebben we voor gekozen om in de periode tot aan de AOW, nu we nog heel actief zijn en hopelijk later daarna ook nog wel, maar te besteden aan bijvoorbeeld reizen of een aantal hele leuke dingen nog voor onze kinderen te kunnen regelen. Afgelopen juni is er een pensioenakkoord tot stand gekomen. Nederland krijgt nieuwe pensioenregels. Er is een principeakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. Een van de gevolgen daarvan is dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel stijgt. 60-plussers krijgen dus eerder AOW en een eventueel pensioen. Willem ontvangt te begin december een brief over van zijn pensioenfonds ABP. Maar die is erg onduidelijk. Ik wist niet precies wat de financiële implicaties waren. Ik heb de brief wel een aantal keer moeten lezen en ik ben toen gaan surfen op internet om te gaan kijken van wat is hier aan de hand. Willem zou tot februari 2023 maandelijks een bedrag van ruim €5200 bruto aan vroeg pensioen krijgen. Maar door het pensioenakkoord van afgelopen zomer is de AOW-leeftijd voor begin 60'ers naar voren geschoven. Dat betekent dat Willem al 8 maanden eerder, per juni 2022, zijn AOW en pensioen zal krijgen. Zijn pensioen zonder AOW bedraagt dan bijna €2800 bruto per maand. Het verschil tussen zijn vroeg pensioen en zijn latere pensioen over de periode van 8 maanden is ruim €19.500. Dat geld, dat uit zijn eigen pensioenpot komt, loopt Willem dus nu mis. Hij krijgt van het ABP voortaan wel iets meer pensioen uitgekeerd. Hij krijgt er €109 bruto per maand bij. Maar het verschil van die ruim €19.500 aan vroeg pensioen is pas vereffend na 15 jaar, als hij bijna 84 is. Willem hoeft hier echter niet in mee te gaan. Deelnemers van vroeg pensioen hebben namelijk het recht om de situatie bij het oude te laten. Maar dat meldt het ABP niet. Een aantal jaar geleden heb ik afspraken gemaakt voor het ABP, voor de rest van mijn vroeg pensioen en mijn AOW. En er wordt nu ineens eenzijdig op teruggekomen. Ik vind dat het gewoon niet kan. In onze hele planning had ik rekening gehouden met dit verhoogde vroeg pensioen. Wij denken dat we dat geld nu beter kunnen gebruiken dan dat wij boven de 80 zijn. Willem heeft het ABP gebeld. Nou, ABP zei dat ik inderdaad wel een keuze had om alles bij het oude te laten, maar dat dat niet op de site te vinden was. Ik kreeg daar ook gelijk in. Ik heb toen gevraagd van, kunt u dan een berekening, de oude situatie en de nieuwe situatie, voor mensen op de site zetten? En ik kreeg als reactie, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Waarom niet? Ja, ze gaven aan van dat het A, een ingewikkelde materie is. B, dat het een dure oplossing zou zijn voor de pensioenfondsen. En C, dat ze bang waren dat daar toch heel veel mensen dan voor de oude situatie zouden gaan kiezen. Ik vind dat het ABP als serviceorganisatie de keuze bij de mensen zelf moet laten. Want het is jouw geld, toch? Het is inderdaad het geld wat in mijn persoonlijke pensioenpot zit. Lianne de Jong heeft ook een brief van haar pensioenfonds Zorg en Welzijn gekregen. In die brief staat wel dat ze de keuzemogelijkheid heeft.
van mijn pensioenfonds vind ik het gewoon veel duidelijker. En daar kan ik gewoon echt een keuze maken wat ik wil en wat het voor mij gaat betekenen. De brief van Pensioenfonds Zorg en Welzijn geeft duidelijk tabellen met exacte bedragen en je kunt het feilloos uitrekenen. In de brief van het ABP staat één bedrag wat ik vanaf mijn AOW-leeftijd zou krijgen. En dat is het enige wat in de brief staat. Ik vind de opstelling van het ABP ronduit kwalijk te noemen. Ze gaan echt op de stoel van de pensioengerechtigden zitten. En terwijl zij alle kennis in huis hebben om het met eenvoudige middelen in een brief heel duidelijk te maken wat het voor de mensen betekent. Ongeveer 30.000 mensen ontvingen deze onduidelijke brief van het ABP. En Willem is niet de enige die deze gang van zaken merkwaardig vindt. Meer mensen laten ons weten dat ze het kwalijk vinden dat ze geen keuze hebben gekregen in de brief. Begrijpt ABP die kritiek? Wij hadden meneer De Jong, maar ook andere deelnemers expliciet een keuzemogelijkheid moeten bieden. Tegelijkertijd willen wij ook meedenken met die deelnemers die gebruik hebben gemaakt van een regeling om eerder met pensioen te gaan. Met dat de AOW-leeftijd naar voren is gehaald door een besluit van dit kabinet, kregen wij een aantal verontruste telefoontjes, want mensen zijn dan bang, want als ze daar gebruik van maken, zou dat betekenen dat ze in hun vroegpensioenperiode ineens AOW erbij krijgen en daarmee het risico lopen dat ze een zorgtoeslag of een huurtoeslag zouden gaan mislopen, omdat ineens plotseling hun inkomen hoger zou zijn. Daar wilden we graag rekening mee houden, maar we zijn daarin doorgeschoten. Alleen, dat ontslaat ons niet van de plicht om al de mensen die het betreft, inclusief meneer De Jong, wel expliciet een keuzemogelijkheid te bieden. En dat hebben we nagelaten, helaas. In de vlog stelt u juist dat persoonlijke en begrijpelijke communicatie voor ABP heel erg belangrijk is. Toch is het hier misgegaan. Ja. Wij willen de lat heel hoog leggen als het gaat om persoonlijk en begrijpelijk communiceren. Dat vergt een enorme verandering in onze uitvoeringsorganisatie. En dat gaat helaas nog niet altijd goed. En daarom zijn we ook zo open dat het niet goed is gegaan, want het is niet volgens onze standaarden. En alle deelnemers die dit betreft krijgen daar zelf ook nog een brief over, omdat we dit wel graag recht willen zetten. Het ABP erkent dus dat het de deelnemers wel een keuze had moeten bieden in de brief. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat hier flink de mist in, vindt ook communicatiedeskundige Jan Kuitenbrouwer. Zijn column vind je op onze website. Ga naar onze Facebookpagina voor verdiepende video's.